Welkom bij Los of Schijndel. Met in deze uitzending onder andere duurzame huizenroute Meijerijstad, zwemvierdaagse Schijndel, en finale kookbattle Keukenbazen. Dag beste kijkers, mijn naam is Connie Nelissen en dit is Los op Schijndel, het wekelijkse programma met nieuws, actualiteiten en reportages uit Schijndel en de Meijerijstad. En wil je hierna deze uitzending of nog een item terugkijken, ga dan naar de website losschijndel.nl. Voor nu veel kijkplezier met het eerste onderwerp van deze uitzending en dat is de zwemvierdaagse. Op 16 oktober in de herfstvakantie ging in zwembad de Molenhei de 43e zwemvierdaagse van start. En deze werd in 1974 voor het eerst georganiseerd door de Schijndelse Zwem- en Waterpolenvereniging Neptunus 58. Ruim 300 deelnemers melden zich om 4 dagen sportief bezig te zijn. Elke dag 20 banen voor deelnemers ouder dan 12 jaar en jonger dan 40. En voor de overige zwemmers is dit de 10 banen. Spetter vierdaagse mogen ze ook meedoen. Kijkt u mee naar een impressie. Welkom bij de 43e Schijndelse Zwemvierdaagse. We zijn hier in zwembad De Molenhei in Schijndel, waar we ieder jaar in de herfstvakantie de Zwemvierdaagse organiseren. En ik sta hier met 2 meiden die al klaar zijn met hun baantjes. Dames, hoe heten jullie? Lisa. Jenske. En voor de hoeveelste keer doen jullie al mee met de Zwemvierdaagse? Voor de 2e keer. Eerste keer. Eerste keer. En hoe bevalt het? Vind je het leuk? Ja. En hoeveel baantjes heb je al gezwommen? Oh, 20. 20? En hoeveel moet je er eigenlijk? Weet je dat? 10. Dan ben jij wel een supergoeie zwemster, of niet? Wij proberen er om een 40 te doen. En waarom zoveel? Omdat het leuk is om te doen. En weten jullie ook wat je krijgt als je 4 dagen meegedaan hebt? Een medaille. Of een broche. Een broche eigenlijk. Ik ga voor zilver. Nou, keigoed. Ik denk dat we deze 2 dames weer snel verder moeten laten zwemmen als die de 40 baantjes wil halen. Heel veel plezier en heel veel succes nog, dames. We hebben hier nog een fanatieke zwemster. Hoe heet u, mevrouw? Ik ben Angelina. En voor de hoeveelste keer doet u mee? Het is nog maar de eerste keer, maar vroeger als kind wel. Oké, helemaal goed. En ik heb begrepen dat u niet uit Schijndel komt. Waar komt u dan wel vandaan? Ik kom uit Geermonde. En waarom komt u dan helemaal hier in Schijndel meedoen met de Zwemvierdaagse? Wij zwemmen bij Neptunus 58 en die organiseren hier de Zwemvierdaagse. Dus doen we mee natuurlijk. Oké, helemaal leuk dat er ook ouders meedoen met de Zwemvierdaagse. Zwemmen jullie met het hele gezin? Nee, we zwemmen niet met het hele gezin, maar mijn dochter is en haar vriendinnetje zwemmen en de vader van het vriendinnetje en ik als moeder van mijn dochter dan zwemmen mee als gezin, ja. Oké, helemaal leuk. Ik wens u nog heel veel plezier hier bij de Zwemvierdaagse. We zijn hier bij een uniek onderdeel van de Schijndelse Zwemvierdaagse, dat is namelijk de Spettervierdaagse. Speciaal voor kinderen vanaf 4 jaar die nog geen zwemdiploma hebben. Die worden hier vermaakt door medewerkers van onze zwemvereniging. Kunnen lekker spelen, terwijl papa of mama of broertjes of zusjes lekker aan het banenzwemmen zijn. Het mooie aan deze Spettervierdaagse is dat de kinderen na 4 dagen zwemmen ook een medaille krijgen. Net als de banenzwemmers. En heel veel van deze kinderen zien we over 1 jaar of misschien wel over 2 jaar weer terug bij het banenzwemmen. We hebben zelfs al mensen die hier begonnen zijn, die nu met hun kinderen aan het banenzwemmen zijn.
Keukenbazen Kookbattle. De Keukenbazen Battle is een kookwedstrijd voor kinderen tussen de 10 en de 12 jaar. En de kinderen wonen in 17 gemeenten in Noordoost-Brabant. De Brabantse topchef Germain de Rosario en Jan van Hout maakten deel uit van de jury. De winnaar werd bekendgemaakt tijdens een feestelijk diner in het Brabants provinciehuis op woensdag 11 oktober. Daar kookten professionele koks de 17 finale gerechten. De kinderen, hun ouders, de burgemeesters en de partners schoven gezellig samen aan tafel. En het winnende team kreeg mooie prijzen en de burgemeester van de winnende gemeente mag zich een jaar lang smaakburgemeester van Nederland noemen. Welkom bij de finale van Keukenbazen 2017. Het is een bijzondere dag, ik zei het al. Mijn naam is Roel Schutten, ik ben directeur van Agri Food Capital. De club die dit bedacht en georganiseerd heeft samen met een heleboel partners. Welkom in eerste instantie aan alle 46 keukenbazen. Waar zitten jullie? Ik hoor niet. Welkom aan alle burgemeesters of hun plaatsvervangers. Welkom burgemeesters. Welkom aan alle 17 koks die jullie zo fantastisch begeleiden. En natuurlijk welkom aan alle gasten van onze keukenbazen. Papa's, mama's, opa's, oma's. Oh, ik vind het zo ongelooflijk leuk om hier te zijn en al deze sterrenkoks in de dop te mogen aanschouwen. Sommigen kennen mij misschien van de televisie. Ik ben al drie keer zo lang als jullie oud zijn op tv, dus dat krijg je op een gegeven moment. En ik ben ook theaterproducent, dus ik maak ook musicals als The Lion King en The Bodyguard en Grease. En ik heb dus altijd met talenten te maken. En als mensen tegen mij zeggen, ja leuk hè, al die kinderen die willen zingen en die willen dansen, dan zeg ik, ja dat is leuk, dat zijn talenten. Maar er zijn veel meer talenten in Nederland. Er zijn ook talenten die willen timmeren. Er zijn ook talenten die met techniek willen werken. Er zijn ook talenten die willen koken. Zoals jullie talenten zijn die willen koken. En ieder talent moeten we koesteren met z'n allen. En ik vind eigenlijk dat we het allergrootste applaus nu moeten geven voor jullie talent. Want jullie zijn talenten. Zo, applaus, fantastisch! Aan mij de eer om de prijs uit te reiken voor het meest culinaire gerecht. Het meest creatieve gerecht. Culinair waren ze allemaal. Het is het team uit Vught, de Kookhelden. Hoofdprijs uitreiken. Wie wordt de 10 keukenbaas 2017 en wie wordt de smaakburgemeester 2017? Dus ik nodig alle keukenbaas uit om te komen. Ja. Kun je dat zien? Ik ben in 2017. Oké, dus al de medaille staat keukenbaas in 2017. Jullie mogen allemaal een beetje doorlopen, want ze zijn er 47. Dat is best wel groot. Pas op dat jullie niet afvallen, dat is toch echt jammer. Papa's en mama's, opa's en oma's, pers, radio, televisie, internet. Dit zijn de keukenbazen 2017 finalisten. En alsof dat nog niet genoeg is, mede dankzij de 5 Rabobanken in onze regio die partner zijn van keukenbazen, krijgen ze ook nog eens een keer allemaal een heel leuk kinderkookboek. Dat gaat over Roots Kids. Voor iedereen zo'n prachtig boek namens de Rabobank in onze regio. Geen keukenbazen battle zonder de medewerking van echte topchefs. De winnaar, ja,
uitmaken van Keukenbazen 2017. Het team wat gewonnen heeft zijn Fleur en Marleen uit Sint-Antonis. Als u toch nog aan het klappen bent, daar staan twee dames, Deborah en Monique. En zij zijn onze keukenbazen, want zij zijn de motor achter, al 3 jaar lang achter dit fantastische evenement. En ik mag er niet van ze zeggen, maar ik doe het toch. Meiden, jullie zijn top en ik wil een groot applaus voor jullie twee. Ik vind jullie allemaal fantastisch. Lekker genieten van de aardbeien. Blijf koken. Blijf genieten van het mooie leven. En blijf genieten van Brabant. Dag allemaal. Nationale Duurzame Huizenroute, gemeente Meijer-Rijstad. Deze doet mee in 2017 voor het eerst mee aan de Nationale Duurzame Huizenroute. Doel van de dag is dat mensen hun ervaringen met het verduurzamen van hun woning delen met anderen. Want op deze manier helpen de inwoners elkaar verder. De gemeente Meijer-Rijstad ondersteunt dit initiatief en moedigt haar inwoners aan om hun woning open te stellen. Wethouder Van Rooyen bracht deze week een bloemetje bij de familie Doudé in de Oetelaarsestraat, die zich als 800ste deelnemer heeft aangemeld. En op zaterdag 4 en 11 november zijn ook open deurdagen, ook in Meijer-Rijstad. We staan hier bij ons huis waar meedoet aan de Nationale Duurzame Huizenroute. En we gaan even een rondje maken waar we allemaal hier te zien is. Zoals achter mij zie je de opstelling met de zonnepanelen. Die kan kantelen zodat de optimale zonstand voor zomer en winter wordt behaald. Zodat we daar iets meer rendement uit de zonnepanelen halen. Op het dak zie je heat tubes. Daarmee wordt de zonneboiler verwarmd. Vooral durende zomer is het het effectiefste. In de winter moeten we binnen bijstoken met de pelletkachel om toch lekker warm te kunnen douchen. We zijn nu bij de achterkant van het huis. En daar zien we 3 pilaren uit de grond komen. Waarbij de eerste eigenlijk de aanzuigtoren is van de balansventilatie. En die gaat door de grond heen. En doordat het door de grond heen loopt, hebben we in de zomer koeling van de grond van de ventilatielucht, voordat die het huis binnen gaat. En in de winter hebben we voorverwarming van de lucht, zodat dat we een paar graden winst hebben met de warmte van de lucht. Waardoor we dus extra energie besparen. Ja, de tweede toren is eigenlijk de uitlaat van het balansventilatiesysteem. Dus hier wordt de lucht uitgeblazen vanuit het huis naar buiten toe. En de derde is eigenlijk alleen maar voor de beluchting van de kelder. Dus dat je daar verse lucht in de kelder binnen kunt halen. Dat wij hier weer zijn en dat wij jullie, dat we eigenlijk door jullie ontvangen worden, dat vinden wij fantastisch. Omdat wij stimuleren vanuit de gemeente natuurlijk duurzaam gebruik van woningen. En zeker ook in particulier bezit. Daar hebben we niet zoveel grip op als overheid. En daarom zijn we heel blij als mensen eigen initiatieven nemen om dat te doen. Nou, dit is eigenlijk een fantastisch voorbeeld. Want wat je hier ziet is dat jullie helemaal in een eigen omgeving een woning hebben gebouwd met 0 op de meter. Zonder bejag, maar gewoon intrinsiek. Hebben jullie dat zeg maar het eigen gevoel gedaan. Dat vinden we fantastisch. En omdat je nou nog een keer de 800ste woning bent in de hele verbintenis in heel Nederland. En die valt dan toevallig in Schijndel. Vinden we het extra leuk om een bloemetje te brengen. Ik doe mee aan de actie Nationale Duurzame Open Huizenroute. Ja, wij
zijn gaan kijken voordat we zijn gaan bouwen bij andere mensen die duurzame huizen hadden. En je merkt toch dat mensen daardoor enthousiast worden en gaan kijken waar ze in hun huis of in hun toekomstige bouwplannen toe kunnen passen. En daardoor het delen van kennis en het mensen vooruit helpen in de juiste richting. Verzamelbeurs Veghel. Zondag 15 oktober hield Stichting Verzamelbeurs Veghel haar maandelijkse verzamelaarsbeurs. De verzamelaars konden weer hun hart ophalen met het uitbreiden van hun verzameling door middel van uitwisseling van hun meegebrachte spulletjes en hun dubbele waard te ruil aan te bieden. Wij gingen kijken bij een verzamelaar die bitprintjes verzamelt. Mijn vader heeft deze helemaal dit verzameling is van mijn vader. Maar die is overleden. Ik denk dat hij daar eigenlijk altijd al mee bezig was. Hij heeft altijd interesse gehad. Ook de priesteropleiding heeft hij ook mee begonnen. Dus hij weet het allemaal. Hij was er altijd mee bezig, maar ook met andere dingen nog. Die dan ziet, dat is zeg maar als je het hebt. Als ik kijk op de achterkant, dat is toch wel leuk. Die komt uit 1786. De hand geschilderd. Met de hand geschilderd. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Maar ik zie hier. Oh, is het 1791? Ja, maar ja, dat is ook oud. Nee, 1791, die allemaal. Nu ben ik al 55 jaar oud. Dit vroeger kreeg je zoiets als je de eerste communie deed. Dan kreeg je een plankje met die spreuken erop, met die prantjes erop. Je kreeg een wijwaterbakje. En je kreeg een meestal van snoep, fruitsnoep. Voorstelling toneelvereniging Iets Anders. Het sprookje Assepoes is iedereen bekend. En daar is een hele verdrietige vader die weduwnaar is geworden. En de stiefmoeder met de twee onuitstaanbare dochters verschijnen natuurlijk. Zij maken, zoals in het echte sprookje, het Assepoester ontzettend moeilijk en boren haar helemaal de grond in. Maar er is ook een prins, een mooi bal, de lakei die met het verloren glazen mijltje rond moet. En tenslotte is daar de petemoei die alles in goede banen moet leiden. Maar wij zetten het natuurlijk net iets anders op de planken. Bij ons is het een beetje gemoderniseerd en opgepimpt.
Hassenkroes. Leeftijd? 18. Relatiestatus? Vrijgezel. Vrienden? 102. Wieke Keldonkse Molen. Enkele weken na het uitbrengen van het boek over de historie van Korenmolen De Hoop stond de Keldonkse Molen op zaterdag 14 oktober opnieuw in de belangstelling. De roeden werden gestoken. Volgens Jan van de Vosberg, de voorzitter van Stichting Korenmolen De Hoop, komt daarmee het einde van de wederopbouw in zicht. Het einde komt in zicht. Ja, het is een heel feestelijk moment vandaag waarin de molen er weer uit gaat zien zoals iedereen een molen kent. Met Wieke. Met Wieke, maar er moet nog veel werk verzet worden. Ja, volgende week gaan we beginnen met het maken van het hekwerk. Dat is de vleugels die aan de molen komen, die worden volgende week gemaakt. Dan begint het dus nog steeds meer op een molen te lijken. De molenbelt moet nog worden aangelegd, maar dan is het in ieder geval van de buitenkant is het de molen. Wat er dan nog moet gaan gebeuren is dat er aan de binnenzijde het maalwerk nog geïnstalleerd moet worden. Daar zijn al onderdelen van binnen de molen aanwezig, maar daar is nog het een en het ander te doen. Ja. Wanneer moet de molen dan gaan draaien? De molen gaat draaien voor het einde van dit jaar. Dat is wat we de provincie Noord-Brabant hebben beloofd. Dat is de grootste subsidiënt van dit project. En dat gaan we realiseren. Ja. En daar ben ik als voorzitter wel extra trots op. Want ja, goed, we hebben het project met name gerealiseerd met behulp van vrijwilligers. En in die korte tijdspanne waarin het dan uiteindelijk ook is gebouwd. Ja, dat is een reden om extra trots en gewoon trots te zijn. Hoe lang zijn jullie hier nou mee bezig geweest? We zijn als stichting in 2006 begonnen met de bestuurlijke voorbereidingen, zo zal ik het maar even zeggen. Daadwerkelijk bouwen zijn we begonnen in 2011. Toen hebben we het stenen gedeelte van de restauratie voltooid. Het bijgebouw wat je hier ziet, maar ook de molenromp zelf is gerestaureerd. 2011, 2012 zijn we daarmee bezig geweest. Toen moesten we op zoek uiteraard naar nieuwe centen, want ja, de kas was leeg. Die hebben we gevonden en in 2014. Toen hebben we nog even wat voorbereiding moeten doen. In 2016 zijn we begonnen met het daadwerkelijke bouw van de houten achtkant. En inmiddels is het 2017 en zijn we nog geen twee jaar verder en is dit het resultaat. Maar als je terugdenkt aan 1972... Ja, in 1972, ja, dat is wel een bijzonder moment, zeker als we teruggrijpen naar vandaag. Ik heb zojuist nog even gesproken met de redacteur van de Erpse krant. Nou, in de Erpse krant van 19 oktober 1972 stond geschreven dat deze molen zijn wieken ging verliezen. Er stond een foto bij, als ik me nog goed herinner, van de wieken die gestreken werden van deze molen, dus ervan af werden gehaald. Nou, het leuke van dit moment is, het is nu 14 oktober, maar aanstaande donderdag is het 19 oktober en verschijnt weer de nieuwe Erpse krant. En 19 oktober 2017 zal diezelfde Erpse krant gaan schrijven dat de wieken weer aan deze molen hangen. Precies 45 jaar later. Keldonk en de stichting uiteraard, die kunnen trots zijn. Die kunnen zeer zeker trots zijn. Ik zei net al, we hebben het met vrijwilligers geklaard. Maar goed, de medewerking van de bevolking, van ondernemers, het is gewoon fantastisch geweest. En ja, goed, dat is een reden om extra trots te zijn. Heel Holland bakt. De hele maand oktober staat bij Bibliotheek Veghel in het teken van Heel Holland Bakt. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd rondom het thema voeding in de breedste zin van het woord. Op uitnodiging van Bibliotheek Veghel laten cursisten beeldend van Phoenix Cultuur zichzelf van hun beste kant zien. En van 7 tot en met 29 oktober
is er in het cultuurcafé van de bibliotheek een expositie te zien met prachtige werken rondom het thema voeding. De teken- en schildergroepen en de kinderen van het tekenatelier hebben de afgelopen 3 weken hard en vol enthousiasme gewerkt om een interessante en mooie expositie neer te kunnen zetten. En zij hebben fotoportretten gemaakt met groente en fruit en culinaire illustraties. De volwassen exposeerden stillevens van kokerij en schilderijen van etenswaren. Ik ben Gertrude van der Elzen en locatiemanager van Bibliotheek Meijer-Rijstad. En ik ben Natasja de Groot, hoofdpublieke dienstverlening Bibliotheek Meijer-Rijstad. Ja, in de hele maand oktober zijn er diverse activiteiten met heel Meijer-Rijstad bak, want ook Schijnders en Toederode doen daaraan mee. En we hebben heel veel diverse activiteiten die we ook samen doen met verschillende partners. Maar daar kan jij misschien wel wat meer over vertellen. We hebben onder andere een prachtige expositie. Daar hangen kunstwerken van de cursisten van Phoenix. Leuke samenwerking. We hebben een aantal weken geleden gevraagd van, goh, kan je in het thema heel ver gebakt niet iets maken? Nou, dat hebben ze gedaan en dat resulteert in dit soort prachtige schilderijen. Daar hangt de bibliotheek mee vol en hier onze expositieruimte. En dat is een van de onderdelen van het thema heel ver gebakt. En we hebben nog meer. Ja, we hebben nog verschillende dingen meer. We hebben lezingen. Kijk, de bibliotheek staat er een beetje voor om kennis te delen. Dus we hebben ook een lezing van de Healthy Sisters. Dat wordt weer georganiseerd samen met de stichting Veghel Gezond en Sportief. Dat is een lezing, weet jij zo wanneer die is? 26 oktober is. We gaan samen met ons welzijn koken voor de medemens uit Meijer-Rijstad. Maar in dit geval vooral Veghel. Ja. Maar daar weet jij ook weer iets meer van? Dat is leuk. We gaan 25 oktober met z'n allen koken. Daar hebben mensen zich voor op kunnen geven. 50 vrijwilligers doen eraan mee. En we gaan op pad. We hebben een leuke sponsor gevonden in Albert Heijn. En die zorgt voor het gezonde eten. En we gaan bij de ouderen thuis koken met z'n allen. Dit doen we dan samen weer met ons welzijn. Ja. Dus dat is een mooie samenwerking. Ja. Ieder vanuit zijn eigen kracht. Maar dat resulteert dan in dit soort mooie activiteiten. En we hebben nog een wandeling. Eetbare groenten en planten. En samen met de Heemkundekring hebben we nog een lezing. En de Heemkunde heeft bijvoorbeeld hier ook een vitrinekast ingericht. Met allemaal materiaal van vroeger. Wat ook dus te maken heeft met koken. Skoonskeindel. Er zijn al veel mooie wandelpaden en routes te vinden in Schijndel en Anton Hellings leidt zijn kijkers door kronkelende bospaadjes over Schijndelse straten en wegen en langs bekende gebouwen en beelden. Kijk mee naar waar hij u nu weer mee naartoe neemt bij deze herhaling van Skoonskeindel. Goedendag, jullie ook hier. Ja, het is nog een beetje frisjes, zo vroegs op een dag. Ik ben niet Smaris. Als jullie deze zien, is het waarschijnlijk al avond. Maar we gaan in ieder geval wel een heel mooie wandeling maken door het broek. We gaan kijken naar paddenstoelen. Misschien wel een paar soorten die we vorig jaar nog niet gezien hebben. En natuurlijk hebben we ook aan het eind van onze uitzending een afspraak gemaakt met onze enige echte kampioen van de rode wijn in Nederland. En waar woont hij? Op Den Houtert in Schijndel. Juist. Ja, ik denk dat we het nog niet zo verkeerd getroffen hebben. Van de week waren ze er nog niet, maar nou dus wel. De supergiftige koperzwam. Hij heeft een mooi koperkleurje. En de eerste dag, als je uit zijn eiken komt, zeg maar, dan heb je nog een mooi poedersuikerrandje van witte schubjes. En die verdwijnen naar de rand. Hij blinkt de eerste dag in zijn spiegeltje. En de volgende dagen dan begint hij meer zijn blauw-groene kleur te krijgen. En dan verliest hij die schubjes ook. Zie je dat hij ook mooi onder deze tak zijn voedsel vandaan haalt. Kijk, en als je hier nou goed van dichtbij komt kijken, dan kun je hier zien dat het mycelium, de eigenlijke paddenstoel die het heljoor in de grond zit, dat hij nou pas overal zijn vruchtknoppen gaat maken. En kijk eens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus helemaal langs deze stam heb je dus zijn mycelium laten groeien. Skon, hè?
tegenstelling tot de vorige was deze wel eetbare eekhoorntjesbrood. Jam jam. Kom. Door de vernatting van het Werpersbroek komt natuurlijk steeds meer vocht en daar houden paddenstoelen van. De grondwaterstand geen mocht. En ook al hebben er sommige beuren wel een beetje last van. Want alleen de echte liefhebbers van natte voeten die houden het hier vol. En deze eik die is ook ten dode opgeschreven, zo te horen. En deze tondelzwam, want hier werd vroeger ribjes van gesneden. Gedreugd meegenomen en als een schoenveter bleven die dus heel lang gloeien. En werd dus eigenlijk als een soort verlengd luciferke werd meegenomen. Maar deze tondelzwam is ook een echte houtverwoester. Want door zijn mycelium waar hier dus in de bas zit, heeft deze boom dus ook geen schijnvakans meer. En staatsbosbeheer mensen zien zo'n zwam ook niet zo heel gaar op hun beurt. Vernatting van het Werpersbroek is één ding, maar het beleid van Staatsbosbeheer om het dode hout te laten liggen, dat is een ander ding. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor onze paddenstoelenfamilie, want je ziet nergens zoveel paddenstoelen als de laatste jaren bij ons in het broek. Deze zwammen hier op deze oude boom, een kers zie ik zo te zien, dat is natuurlijk een mooi bewijs van de mossen. En de paddenstoelen die komen hier wel heel erg massaal voor. De vliegenzwammen is dus echt nog een mooi voorbeeldje van een samenwerking tussen een boom en een paddenstoel. Dus de vliegenzwam die moet het echt hebben van de schimmel die hier dus ook onder de grond zit bij de wortel van deze eik. Meestal zien we hem bij berken, maar in dit geval dus op de voet van een Amerikaanse eik. Het eerste jaar zal hij proberen hem een echte heksenkring te maken in een halve meter doorsnee. En het jaar erop staat hij alweer een meter verder. En dan zullen dus rondom deze boom volgend jaar alweer meer vliegenzwammen kunnen ontdekken. Alleen dit is natuurlijk een behoorlijke barrière, dus het zal een halve heksenkring worden. Flink te keer aan. Staatsbosbeheer hangt niet altijd overal bordjes naar waarom dat ze iets gedaan hebben, maar navraag bij Staatsbosbeheer zelf
heeft opgeleverd dat hier ze bewust van de zomer flink hebben moeten werken. En dat ze in deze tijd er al niet meer in kunnen, omdat gewoon de grondwaterstand hier te hoog wordt. Zware machines kunnen er niet meer in. Vandaar dat ze dat na het broedseizoen, dus in augustus, hier dus flink hebben moeten werken om de exoten, de Amerikaanse eiken, hier en daar wat robinia's, om die eruit te halen. En dan blijven er over inlandse naaldhout, zoals de larix, die mag blijven staan. Hier en daar zie je nog wat eiken. Maar in de krant las ik van de week dat ze nog behoorlijk onder vuur liggen, die jongens van Staatsbosbeheer. Kijk maar eens. Staatsbosbeheer trekt zich volgens velen van niemand iets aan en vult het landschap in volgens eigen plan. Ja, dat is wel een beetje een snaar richting de beleidsmakers van Staatsbosbeheer. Want jij en ik zijn eigenlijk aandeelhouder van Staatsbosbeheer. Want je weet het, ze zijn 10 jaar geleden hebben ze opdracht gekregen van onze minister van hier een zak met geld. En voer het ons beleid maar zo goed mogelijk uit. Nou, dan zijn wij voor ongeveer 5 euro per Nederlander, zijn wij dus aandeelhouder van Staatsbosbeheer. En daarmee, zo wij dus denken, zullen ze ook wat meer verantwoording af kunnen leggen wat ze dan met die 5 euro per persoon gaan doen. Ja, en hier in Schijndel is het nogal, is nogal goed geregeld, want we hebben met klankbordgroepen veel contact via NMC met Staatsbosbeheer. En zodoende zijn we wel op de hoogte van waarom Staatsbosbeheer deze doet. Maar het grote publiek, wij hier net ook langs kwamen fietsen, die kijken zo van, gaat dat wel goed hier? Nou, eerst moet er natuurlijk ingegrepen worden en dat, bij veel mensen is het toch een beetje een schub tegen het zere been, want ze zien dat er heel veel kapot gemaakt wordt. Maar je kunt van mij op aannemen, volgend jaar, als we hier terugkomen met een paddenstoelenwandeling, weet ik zeker dat hier de diversiteit enorm zal zijn. Dus deze, even de pleister op de wonden van dit beleid. Maar Staatsbosbeheer zal wat meer openheid in het beleid moeten gaan tonen volgens onze minister. Nou, we zijn benieuwd. Met de klokken van de Werpense kerk op de achtergrond verlaten we nou even het Werpensbroek en we gaan even op zoek naar Den Houtert, naar onze wijnboer, weet je nog? Die met die prijs. Ja. Nou, aangekomen op de Heikampen, moeten we nou op zoek naar Jan de Wild, hè? Weet je nog, van de wijn. En ik zie dat de voordeur gordijnen nog dicht zijn, dus ik denk dat ik even rechts achter hem even ga zoeken wat hij is. Jan? Jan de Wild. Helemaal juist. Hey, aangenaam. Hey. Aangenaam. Hey, het is helemaal niet te zien van de weg af dat je hier zo'n mooie wijngaard hebt liggen. Nee, hij ligt een beetje verscholen achter het huis. Hè? Ja. Dat is wel te zien. Maar nog gefeliciteerd met jouw mooie prijs. Ja. Want een mooi groot stuk in het Brabants Dagblad. Rode wijn hier van Schijndelse grond. Ja, goh. Echt van Schijndelse grond hier. Ja. En die prijs, was er nou een prijs die te vergelijken is met van, de beste wijn van Nederland? Of hoe zat dat nou precies? Ja, kijk, er worden er een hele hoop wijnbouwers die in Nederland met de wijn bezig zijn. Worden er eigenlijk gewoon een hele hoop wijnen ingestuurd. Nou, het wijngarden hier schilderen in samenwerking met het WIN, Wijninstituut Nederland. Ja. Er zitten een hele hoop personen, waar 118 wijnen ingestuurd. Die worden eerst naar Duitsland gestuurd. Dan gaan ze even analyseren of hij waardig is, of er geen stoffen in zitten die er wel of niet in thuis horen. Ja, ja. Ja. En aan de hand daarvan gaan ze dan zeggen van oké, die mogen aan de keuring mee doen. Er werden er 5 uitgegooid, de rest gaan ze keuren. En dan zijn er 17, een heel aantal grote proevers. En die krijgen allemaal die wijnen blind voorgezet. Ja. En die gaan punten geven. Daar zitten ook wat markers tussen. Zeg maar bepaalde wijnen. Laten ze eigenlijk iedere keer even terugkomen. Want dan kunnen ze zien of inderdaad die mensen op dezelfde manier proeven. Oh, ja. Dat weten ze niet. Ja, ja. Ja. Maar ze zeggen gewoon van, nou, we zetten gewoon even die ene wijn. Ja, ja. Van die of die. Je zetten ze stiekem tussen. Die zetten ze wat stiekem tussen, maar die hebben ze al een keer gehad. En dan moeten ze eigenlijk dezelfde soort punten aan geven. Want proeven is toch een beetje zo, ja, zintuigelijk kan ooit bedriegelijk zijn. Proeven kan bedriegelijk zijn. Het is, smaak is eigenlijk voor mensen eigenlijk niet te beïnvloeden eigenlijk. Hè? Ja. Ik vind de een vindt een wijn wel lekker en de ander vindt hem niet lekker. Ja. Maar ja, zeg maar die echte wijnproevers die ermee bezig zijn, die gaan dus eigenlijk proeven op hele andere zaken. En niet alleen zeg maar op wat proef ik nu, maar ook zeg maar
is hij fruitig, heeft hij veel draagkrachten, is de kleur mooi, blijft hij mooi aan het glas houden. Ja, ja. Er zit dus eigenlijk van alles... Was het de eerste keer dat je meedeed aan die wedstrijd? Ja, dat was de eerste keer, ja. Ja. En dus ben je er zomaar opgekomen van, zullen eens kijken waar mijn druiven weg zijn? Nou, er zijn jongen die ook met die wijn, waar ik in samenwerking met Stan Beursjes uit Limburg in Veilen, die heeft een wijngaard. En die was er ook mee bezig met mijn wijn. En die zegt, Jan, dat wordt een hele mooie wijn. Ik denk dat de moeite waard is om die in te sturen voor een keuring. Ja. Ik zeg, nou, als jij dat denk gewoon doen. Hey, ja, voor mij was het ook wel lekker. Ik dacht ook, nou, het ziet er mooi uit, mooie kleur, mooi vol. Ja. Geen, niet zuur of zo, weet je wel. Dus aan de hand ervan hebben wij besloten, oké, stuur maar op. En het verraste mij zeker toen ik een berichtje kreeg dat ik uitgenodigd werd op de uitreiking van de prijs. En dan kwam ik als, met de rode wijn dan in Nederland als beste met 84 punten. God. En 84 punten, ja, dat gaat eigenlijk tot 88 punten, dan, dan ga je over op goud. Maar goud is in Nederland nog nooit gegeven. Nee, maar het is wel een unicum dat je zomaar in één keer... met stip op 1 bent gekomen. Ja, inderdaad, ja. Maar ik eens even kijken van dichtbij hoe dat eruit ziet. Ja, kom maar. Hey, maar Jan, de richting van jouw wijnranken is ook belangrijk hier. Dat is ook belangrijk. We zitten hier een beetje, zeg maar, noord-zuid. Dat is noorden. Ja. Zuid, daar komt zeg maar, het zonneke op. Ja, die draait er zo weg. Die draait zo weg. En dan heb ik zeg maar, op het, zeg maar een beetje rond de middag, tot 12:30. Dan heb ik maximale zon. Die heb ik eigenlijk op de langs van de rijen zitten. En dan heb je de meeste zon zowel links als rechts van een rij. Ja. En dat is gewoon belangrijk, want je moet toch zeg maar, veel zonlicht hebben en goed blad erop. Want via de zon en het blad breng je de suikers in de druiven. Ja, ja. Dat is dan er wel maals op, hè? Ja, zo'n tak die kan zomaar 4-5 meter lang worden. Ja. En als je die, nou is dit toevallig een soort, dan kun je eigenlijk aan de hele rij zien dat wel een hele woeste groeier is. Ja. Heel ruig groeit hij, ja. Maar je moet er wel verschillende keren doorheen. Hey, en de wijn is heel gevoelig. Hè? Als ik die ga snoeien op het verkeerde moment, dan bloeit die dood. Hè? Ja. Dus wanneer is de beste tijd? Ja, je moet zeg maar, als je de meeste, als je verwacht, zeg maar, de strenge vorst die hebben we gehad. En je gaat dan een beetje, zeg maar, januari, februari. Ja, ja. Nou, nog is het nog niet. Nee, hij moet nog even, zijn werk doen. Ja. Het hout, maar dit is, dat zie je, kijk, dit is nou, even kijken, het verschil dat je kunt zien. Kijk. Dit zeggen wij, dit gedeelte is nog niet verhout, nee, dat hebben we ook niet meer nodig. Nee. Maar dit is een tak hier, dat is echt zwaar houtend worden. Ja. Kijk, en die moeten we hebben. Je kunt zien hoe die eigenlijk gegroeid is. Op het moment dat wij aan gaan planten, dan is het een, ja, dan is het eindje, of het stokje is niet dikker als bijvoorbeeld deze, die. Ja. Die gaat in de grond en dan zie je dit bolletje, dat zit er dan in het klein op. Ja, ja, en welk gras is dit dan? Of is dat een geheim van de smid? Nee, dit is gewoon een Marechal Foggis. Ho, hoe zit ik er? Dit is deze 5 rijen, waar we nu eigenlijk, dit is één van. Dat is het ras Marechal Foch. Marechal Foch. En daar is een, we kunnen een mooie, zachte, rode wijn van maken. Dit is dus die mooie, resistente stam? Ja. Die was zo groot, het eerste jaar dan groeit die zeg maar echt wel tot boven aan de draad. Dan zitten er 3-4 takken. En die snoeien zeg maar allemaal weer terug. Ja. Doe je alles wat er aan druiven aan wil komen of zo, hup, alles wegknippen. Ja. En zorgen. Dus dat we zeg maar het tweede jaar een mooi vast stammetje hebben tot hiertoe. Ja. En zo komen wij. En je bent van huis uit van welke kant moet ik dat denken? Waar komt er vandaan? Nou, ik heb eigenlijk in het groen helemaal geen agrarische achtergrond. Ik heb wel nooit een agrarische opleiding gehad. Maar ik heb altijd in kabel en leidingwerk en dergelijke gezeten. Ja, dus puur hobby? Ja, dus puur vanuit de hobby. Ja. En waar ben je geboren? In Overasselt, onder de rook van Nijmegen. Uh-huh. Gelderland, hè? Net Gelderland. En toch de Schijnse grond opgezocht. Hoe ben je hier dan terecht gekomen? Via het werk? Of, Nee, ik heb gewoon, dit stond in 2004 stond het te koop. En toen zocht ik een ander huis. En toen dacht ik, ja, dit was een heel mooi plekje. Ik bedoel, als je hier rondkijkt. Natuurlijk. Je zit hier tegen de natuur aan het Wijbelsbroek. Ja, de houten. Het is een complex, ja, zeker. Een keiswarne plek. Heel mooi. Ja. Oké, hier... Je ziet nou duidelijk eigenlijk een voorbeeld van een tweede bloei, waar niks meer wordt, zeg maar. Die worden niet meer rijp? Nee, die worden nooit meer rijp. Ze zijn ook veel te klein. Nou worden die bestjes die eraan hangen, worden niet echt groot. Maar je ziet aan de kleur en de grootte, zie je, dat wordt niks. Het is echt gewoon een bloei die toch wel een week of 3-4 later is geweest. Ja, wel een mooie kleur. Ja, maar dit wordt nooit meer rijp. Kijk als wijnboer... Ik zit daar vol te spitsen. Ja, dat maakt niet uit. Het zal ook heel zuur zijn. Ja, behoorlijk. Ja.
Kijk, en dus, dit is gewoon een zuur ding. Maar wat kent jij nou hoor? Nou ja, oké. Okay. Hij zit zelf wel een onder. Ja. Maar dan maar, een wijnboer die mag een beetje... Nee, maar ik heb dat ook lang niet rijp is en dan moet er hard op knijpen en dan spritst harder. Ja. Kijk, die spit die hier zit, die is nog hartstikke wit. Ja. Wanneer rijper begint te worden, gaat hij ook donker kleuren en zit hij veel losser. Ja. Maar daarbij, zeg maar, als we dan tegen de tijd dat we willen gaan oosten, dan hebben we de Uxelmeter bij ons en lopen we erin en dan doe je een beetje een druifje doe je op zijn meter en dan kunnen we zien hoe hoog het suikergehalte van de druif is. Ja. Dus het is af en toe tactisch werken. Ja, je moet gewoon zeggen van ja, nou wordt echt de hoogste tijd, morgen moet. Je kunt niet zeggen van we gaan dat inplannen, want over 14 dagen gaan we echt plukken. Nee. Daar kunnen we gewoon niet in. Je moet gewoon zeggen, nou wij verwachten rond die tijd. Ja, ja. Ja. Ik heb wel, als het heel mooi weer is, dan begin ik op een gegeven moment Uxelmetergehalte te meten. En dan zeg ik, dan kan ik zien zeg maar, wat er in 3 of 4 dagen bij komt iedere keer. En als ze zich een beetje in hetzelfde weer op diezelfde manier herhaalt, dan kan ik zeggen, ik verwacht dat over 5 of 6 dagen het Uxelgehalte is op die hoogte wat ik wens. Nee. Maar je hebt al veel ervaring op dan in die korte tijd zo. Ja, ja dat doet er wel. En vooral, het is vooral vallen en opstormen. Oké, dan is het moment door dat de druiven in de kistje zitten en dan moeten ze naar binnen en dan gaan ze verwerkt worden. Ja. Hier komen op een gegeven moment de steeltjes uitgevallen, die gaan ook terug op het land. Hier zit een grote slang aan, hier komt een soort most uit, dan is die druif is een beetje gekneusd. Ja. Er is van alles mee gebeurd. Maar het kan ook zijn dat we dus vanuit deze machine, die slang, rechtstreeks hier in de persing gooien. Oké. Okay. En dan komt zeg maar die substantie die we daar nog even kunnen zien, die komt dan hier dadelijk uit de pers en die gaat onder, dan hier blijven de schillen en de most inhangen, mits het te rooi is, en de rest, die gaat de sappen komen in die bak. En dan heb je, dan zie je dit hier gebeuren, hier zie je duidelijk dus, het aroma komt je tegemoet. Ja. Maar hij is nu niet in het gist op dit moment. Nou, ruikt wel lekker. Nou, hier, deze staat er nu een week, anderhalf, 12 dagen. Die moet dan deze pulp, dus de sap en schil. Pitjes zitten hier nog in, dat zie je ook duidelijk. Ja, maar geen steeltjes. Maar geen steeltjes, nee. Ja, dat kan wel verdwalen. Ja, dat mag niet. Nou, deze bak die wordt van de week nog, die wordt weer opgepakt en die gaat de pers in. En vanuit de pers wordt die, via die slangen die daar nu hangen, wordt die dan in een van die vaten gepompt. Deze heeft betrekking puur op de rode wijn, daar zit witte wijn in. Die is er een donderdag ingekomen, die is vanuit de pers, valt die onder in die bak, gaat die via de pomp die daar staat en wat spullen, pompen wij die rechtstreeks hierin. Ja. Nou, dan gaan we giststoffen bij en dan lopen wij na een uurtje of 25-30 dat die gaat gisten. En deze is hartstikke mooi aangeslagen, want wat je hier ziet is dus de druk. Die iedere keer via de waterslot. Kijk, we willen er geen zuurstof meer bij hebben. Nee. Dus zo kan er geen zuurstof in. Nee, maar de overdruk kan er wel uit. En als zijn gassen komen ze. Gassen komen er zo uit, ja. En die gebrottelde wijn nog de prijs mee gewonnen heeft, die is eigenlijk de oogst van 2 jaar terug of zo. Van 2007. 2007? Ja, die zijn van vorig jaar. Vorig jaar? Ja. Juist. Zo. En dan moet ik even verder doen hoe dat geproefd. Met etiket op de achtergrond. Ja, zo. Nou, we moeten wel eens even zo een beetje kijken, zeg maar. Hij moet lekker blijven hangen. Ja. En dat doet hij, zie je. Ja, kun je even dat... Okay. Blijft lekker vettig, is hij. Ja. Heeft een mooie, heldere kleur. Mooi schoon. Ja. En dan even lekker de neus erboven. We kunnen echt lekker ruiken wat het is. Nou. En dan moet hij, dan moet je eigenlijk zeggen dat hij toch, ja, dat is hebben ze verkeerd gekeurd, dat hij lekker fruitig is, dat hij lekker lang blijft hangen. Nou, en dan keur ik net een wijntje hoor. Ja. Ik bedoel, ik heb ook wel eens een paar ooit van die sloeberwijntjes, maar dan is dit niet speciaal een sloeberwijntje.
En maar de wijnhoeve, de hout, dat staat er mooi op. Mooi, ja. Stijlvolle fles. Ja. Hoeveel van deze flessen hebben nou eigenlijk gebotteld? Van die kampen? Er zijn er dadelijk zeg maar in rond de 500 van deze flessen. 500? Ja. Dat wordt wel een collectors item. Ja, inderdaad, hè. Nou. Ja, zo van in Schijnen is er nou nog niet zoveel op te drinken, want hij is dan zo weg, hè. Oh ja? Ja. Ja, maar, ja, zeker dit jaar. Het aantal inwoners. Ja, en ja. Na het succes van jouw kampioenswijn zullen er natuurlijk nou in de rij staan hier. Ja, nee, daar hebben we behoorlijk wat mensen gebeld die interesse hebben in de wijn natuurlijk. Dat leuk. Ja. En ik denk dat wij ook voor het product van het Groene Woud, want daar hebben we al zoiets meer over gehad, dat dit ook een van de producten zou kunnen geheel, zijn. Pas gewoon in het geheel. Ik denk dat de gemeente Schijnen al jou natuurlijk alle vrijheid zal geven om hier een wijntje te kunnen ontwikkelen. Nee? Ik hoop dat dat de wens van de gedachte zijn. Hè? Het was heel interessant, Jan, om even met jou een rondje te kunnen maken. En ik wens je ook heel veel succes bij deze geweldige, mooie ontwikkeling. En we hopen natuurlijk volgend jaar een gouden medaille voor jouw mooie wijn. Hey, hartstikke bedankt. Oké, dankjewel. Goed zo. En ik sluit het af met een toast op de Schijnelse kijker. Want Skon Schijnel op den Houtert met de beste rode wijn van Nederland. Het kost queer. Proost en tot de volgende maand. Dit was weer een uitzending van Los op Schijndel en dit programma wordt uitgezonden van vrijdag tot en met donderdag om 11 uur in de ochtend, om 2 en 5 uur in de middag en om 9:30 en 11 uur in de avond. En op donderdagavond 9:30 is er natuurlijk weer bingo tijd tijdens TV Bingo. Koop ook TV Bingo kaarten, speel mee en maak veel kans op dat kleine beetje geluk. Op vrijdag 27 oktober is er weer een nieuwe aflevering van Los op Schijndel en wil je ook dat jullie activiteit wordt uitgezonden? Stuur dan even een berichtje naar redactie@losschijndel.nl. Actuele berichten staan ook nog op de Facebookpagina en het YouTube-kanaal. Bezoek voor meer informatie of wil je de uitzending gemist kijken, dan even de website bezoeken losschijndel.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Houdoe!